Wat's up, dames en heren? Mijn naam is Mubarak. En ik ben Dania. En er zijn heel veel tuinen in Zuidoost. En we gaan hier een kijkje nemen in de Brassatuin. Let's go! We zijn nu boven de Gaasperdammertunnel in Amsterdam Zuidoost. Het heet hier de tuin van Brasa. En we zijn nu in het gedeelte van Bloei en Groei, de Gift of Color. Wat we hier eigenlijk hebben gedaan is, we zijn nu een verfplantentuin aan het aanleggen. Tegenwoordig wordt onze kleding geverfd door middel van synthetisch verf. Wij willen eigenlijk terughalen dat kleding en andere producten worden geverfd door middel van plantaardig verf. Voor de duurzaamheid van de aarde. Wow, zijn dit de goji bessen? Dit zijn de goji bessen, de verse goji bessen. Meestal in de winkel zie je de gedroogde. En deze kan je ook eten? Ja, gaan we lekker eten. En wat proef je? Het smaakt een beetje naar tomaatachtig. Ja! Nou, dit is een goudsbloem. Je kan er een salade mee maken. Het is erg goed voor je huid. En je kan er ook olie van maken. Dat doe ik eigenlijk elk jaar. Vanaf maart zijn we hier begonnen. Dus dat is zo'n klein halfjaartje. Onze doelen zijn om zoveel mogelijk mensen hier naartoe te trekken. Want met verfplanten kan je enorm veel creëren. En wij geven ook regelmatig workshops daarin. En zo willen we mensen erbij betrekken. Waarom vinden jullie het belangrijk eigenlijk gewoon voor Amsterdam Zuidoost? Dat wanneer jongeren zich aangetrokken tot voelen van ik wil ook meer leren over tuinieren, of ik wil ook even tussenuit, ik wil ook gewoon kunnen ontspannen. Ja, mijn kleindochter is samen met nog een ander meisje, zijn de jongste tuindeelnemers. Die zijn 9 jaar, 8 en 9. En die komen keurig elke zaterdag tuinieren. Wat voor voedsel verbouw je eigenlijk hier met je eigen tuin? Rode pooi. Het is een klimspinazie. Ik heb hier pak soi. Dan heb ik hier andijvie, dat zie je meer als iets Nederlands. Dan heb ik hier bitawiri, dat is Surinaamse groente. Eeuwig moes, een soort van kool. De Oost-Indische kers. Deze plant is helemaal eetbaar. Wil je proeven? Oh, nee. Nee. Ik doe het wel. Je eet het toch op. Kom. Oké, 3, 2, 1. Katassen. Oké. Lekker. Het is wel lekker. Ga niet verliegen. Raar, hè? Het smaakt naar... Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het is gewoon anders. Wat is jouw beste tuiniertip? Mijn beste tuiniertip is om alles los te laten en letterlijk mee te gaan met de flow. Want je zaait een zaadje en daar geef je elke week liefde aan. Je hebt echt geduld nodig om te kunnen tuinieren. En ja, je leert er echt enorm veel van. Je zou het echt een keer moeten doen. Kijk, echte Afrikanen kunnen dit gewoon, weet je. Ze kunnen met en dit. Snap je?